Binnenkort zal het niet meer mogelijk zijn voor reizigers om hun toeristenkaart of visa op de luchthaven aan te vragen. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de stakeholders geïnformeerd over de e-visa en e-toeristenkaart. Waarom besloten is zo'n infosessie te houden? Er bestond heel veel onduidelijkheid, maar ook om meer bekendheid te geven aan die website. Dat zijn de twee belangrijkste redenen. Die website bestaat al vanaf 15 april, toen bij de launch. Op 29 april is die echt live gegaan. Maar vanaf 15 april hadden we een soft launch. En vanaf dat moment hadden we al gemerkt dat applicanten wat problemen ondervonden. Maar ook bij de Surinaams bedrijfsleven en de cliënt die bediend werd vanuit Suriname, hadden we gemerkt dat er vragen waren. Wij hebben in augustus, dus 1 augustus, hebben we voor de Surinamers die visum aanvragen dienen voor bedrijven, maar ook voor hun cliënten daarbuiten, voor toeristische doeleinden, voor zakendoeleinden, hadden we aangegeven dat de service zou stoppen. Dus geen VBA's meer op Sanderij. Men moest geheel de visum aanvraag doen via die online applicatie. En daar hadden we gezien dat er wat onduidelijkheden waren. En toen is gemeend om het in het groot te doen. We hadden al wat organisaties uitgenodigd, zoals de Shata, zoals de reisbureaus, hadden we uitgenodigd om te komen. Maar we merkten op dat er toch nog onduidelijkheden waren. Dus het was goed. Gisteren hadden we een sessie met het bedrijfsleven, dus de hotelverenigingen, maar ook met de tour operators, de luchtvaartmaatschappijen, om ze in te lichten over e-visa en het gebruik. We hebben een live visumaanvraag gedaan, een toeristenkaartaanvraag gedaan. En gisteren was het heel warm ontvangen. Mensen waren blij met deze sessie, vandaag ook. Dat heb ik kunnen opmerken. En we gaan door, we gaan ook de overheidskantoren hiervan op de hoogte stellen. Maar ook de onderwijsinstellingen, vooral de onderwijsinstellingen die studenten binnenhalen. Of waar studenten, buitenlandse studenten, applyen. Maar ook de docenten die van buiten uitkomen, die een visum nodig hebben. En dat is soms een probleem. Vandaar dat we ook hebben gemeend in het systeem op te nemen MKV. Wij verlenen café en MKV gaat dan via het ministerie van Justitie en Politie en Arbeid. Dus om het eigenlijk makkelijker te maken, overzichtelijker te maken, mensen kunnen precies weten van ik heb een aanvraag vandaag gedaan, waar zit dat stuk? Dat stuk is naar BUSA gekomen, BUSA heeft het doorgestuurd naar Juspol, Juspol heeft het doorgestuurd naar Arbeid. Waar zit dat stuk? Hoe lang gaat dat stuk duren? En we gaan het aan tijd binden.